Manon? Hè, maar dit is normaal toch de video van Manon? Ja, dat klopt. Alleen Manon die is ziek. Dus de meiden van Family hebben mij gevraagd of ik deze week wil invallen. Oké, en wie ben jij? Ik ben Sunny Verhoeven en ik maak ook video's. Mijn kanaal heet Sunny Zoekt Geluk. En ik maak video's over persoonlijke groei en innerlijk geluk. Ik geef je tips voor een mooier en makkelijker leven. En daarnaast zie je heel veel interviews met inspirerende mensen. Want ik denk dat we allemaal een zo succesvol mogelijk leven willen leiden. Vol met passie. Zonder dat je jezelf erbij voorbij gaat. Want in zo'n tijd leven we nou eenmaal. Dat je soms helemaal gek wordt van alle drukte en alles wat je moet. Dus ik probeer op die manier inspiratie te geven. Het is eigenlijk een soort lifestyle kanaal over hoe je in balans blijft in je leven en toch alles kan bereiken wat je wil. Het thema van vandaag is budget. En ik kan jullie zeker wel een paar budgettips geven, want toen ik net begon als presentatrice en actrice, toen had ik helemaal niet veel werk. Dus de eerste 2 jaar heb ik echt moeten leven van 6 euro per dag. En dat ging me best wel goed af eigenlijk. De eerste tip die ik graag met jullie wil delen is wat meer een psychologische tip. Dat is namelijk dat alles in ons leven, alles wat we zien om ons heen, is erop gericht om jouw dingen te laten kopen. Dus alles wat je leest in bladen, reclames, alles wat je op straat ziet, op tv, op internet, daar wil je graag dingen van kopen. En we vinden het leuk om dingen te kopen omdat we daar gelukkig van worden. Als we ons even niet lekker voelen, dan gaan we gewoon een taartje kopen of een nieuw shirtje. Maar dat geluksmoment is vaak maar van korte duur. Dus wat je beter kan doen als je even gestrest bent of je niet lekker voelt, is gewoon naar huis gaan en daar even lekker ontspannen. Doe wat strekoefeningen, doe een korte meditatie of kijk gewoon lekker een filmpje. Dat is veel effectiever. Mijn tweede tip is minimaliseer. Kijk in je huis eens om je heen wat je allemaal niet nodig hebt. En dat bedoel ik vooral op zolder en in je kledingkast, want daar heb je allemaal troep en dat gebruik je helemaal niet. En dat kan je mooi verkopen op Marktplaats of op de Vlooienmarkt. Ik heb zelf 2 keer gestaan op de Eihallen hier in Amsterdam. En dat was eigenlijk nog een hartstikke leuke ervaring ook. En met je oude spullen wegdoen, krijg je weer geld en dat kan je mooi op je spaarrekening zetten. En het voelt ook gewoon goed om even lekker op te ruimen. En vaak is het heel moeilijk om te weten welke kleding je weg moet doen. Ik zeg altijd, doe de kleding weg die je een tijdje niet hebt gedragen. Tenzij het natuurlijk echt hele unieke stukken zijn, maar dat zullen er vast niet superveel zijn. En weet je nou niet wat je weg moet doen, dan heb ik wel een trucje. Je hebt kledinghangers. Nou, die hangen misschien normaal allemaal heel netjes zo. Hang ze dan nu eens een keertje allemaal verkeerd om. En elke keer als jij een kledingstuk hebt gedragen uit je kast, dan hang je je hanger weer recht. En op een gegeven moment, dan heb je na 3 maanden ongeveer, nog steeds een aantal kledingstukken die zo erbij hangen. Ja, en dan weet je, die moeten weg. Tip nummer 3. Als je dan toch de stad ingaat met je vrienden of met je familie, neem dan zelf wat te eten en te drinken mee, zodat je niet meteen overal even een snackje hoeft te kopen. Neem wat sultana's mee, een flesje water of wat dan ook, maar zorg ervoor dat je altijd wat te eten bij je hebt. En ben je nou iemand die voordat je naar school gaat of voordat je naar je werk gaat altijd een koffie to go haalt, op het station bijvoorbeeld, neem dan eens een keer je eigen koffie to go mee. Koop gewoon zo'n leuke beker bij de Starbucks bijvoorbeeld en zet gewoon thuis je koffie. Dat scheelt je zomaar 150 euro in de maand. De vierde tip. Oké, je bent in de stad, je hebt je water bij je, je hebt je snacks bij je, heel goed. En je wil graag iets kopen van kleding. Daar heb je natuurlijk wel voor gespaard dan, hè? Zorg er dan voor dat wat je gaat kopen, dat ook zeker weten past bij de rest van je kledingkast. Dan wordt het in ieder geval geen miskoop. Want soms zie je een hele leuke glitterblouse met paarse belletjes en dan denk je, wauw, wat een uniek stuk. Maar als het nergens bij staat, dan is de kans heel groot dat je het niet gaat aantrekken en dan is het echt zonde van je geld. Eten is natuurlijk ook een grote kostenpost. Soep is veel goedkoper dan een hele maaltijd en dat is hartstikke gezond. Maar haal ook even in de gaten wat er in de aanbieding is bij de supermarkt en pas dan daar je gerecht op aan. En ik zelf ga graag altijd naar de markt om daar mijn groenten en mijn fruit te kopen, want dat is echt veel goedkoper dan in de supermarkt. En op de markt vind je ook producten zoals shampoo of make-up remover of nou ja, van alles. Het is in ieder geval een stuk goedkoper op de markt of bij winkels zoals de Euroshopper. Oh ja! Je bent dan natuurlijk wel aan het sparen, maar je vriendinnen willen vast wel eens uit eten. Ken je de website etenvoorentientje.nl? Daar staan allemaal restaurants op door heel Nederland met gerechten die minder kosten dan 10 euro. Dus dan kan je toch nog uit eten. En mijn laatste tip is, heb je het koud? Zet dan niet de verwarming hoger, want dat kost alleen maar geld. Maar duik gewoon het bed in met je vriend. Of met je kat.
Nou, dat waren mijn tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je nog meer bespaartips willen, dat kan, want ik heb er toevallig laatst zelf ook een video over gemaakt. Dus als je hier klikt, dan zie je die. Ja, en volgende week is Manon er gewoon weer, want dan is ze vast beter. Doeg!